Sister Sledge met We Are Family. Dat herkent u vast wel van het top 2000 Agogo. Het muziekje waar ze het steeds laten zien. Maar ze waren ook bij de... Ze waren inderdaad bij de lancering van de Chefstreken. Waren ze aanwezig. En dan werd het nummer ook, hebben ze het nummer ook gespeeld. Ja, fantastisch. Ja, dat is echt fantastisch. Ja. Leuk om mee te maken. Ja, heel erg leuk. En voor de mensen die dit boek willen bestellen. Die kunnen dat doen op www.chefstreken.nl. Ja, en wij zetten dat binnenkort ook op deze website. Ja, leuk. Dus daar kunnen de mensen dan zo naartoe en kijken. Ja. Dus chefstreken.nl. En het is het goede doel voor de voedselbank. Dus dat mogen we best even zeggen. We hebben het laatste stukje zitten we nou. En daar hebben we het altijd even over de muzieksmaak van de gast. Nou, het is evident dat jij in de jazz en de soul streken zit. Ja, dat klopt, ja. Dat is wel jouw ding. Jazz, soul, funk en ook wel een beetje pop. Dat is al mijn smaak, ja. Ja. Ja, klopt. Heb je een echte, zeg maar, favoriet daarin? Of? Nou, het is heel lastig om natuurlijk een favoriet uit te zoeken. Maar zoals we nu net Bill Withers hebben gehoord, vind ik een fantastische artiest. Maar ja, alle artiesten die je nu net hebt gehoord, is fantastisch. Ja. En, maar ja, er zijn zo, het is het bijna te moeilijk, want ik had eigenlijk nog wel veel. Ik had een veel langere lijst kunnen maken, om heel eerlijk te zijn. Ja. Dus ja, dan moet je toch gaan strepen. Dat is ook het probleem van iedere gast. Hè? Dat je mag 6 of 7 nummers benoemen. En ze willen er liefst 50 of 60 draaien. Dus ja, dat is duidelijk. Ja, zeker. Ja. Maar weet jij nog wat jouw eerste plaat was die jij ooit gekocht hebt? Waar je echt geld voor hebt uitgegeven? Nou, mijn eerste plaatje was een singeltje van Simon & Garfunkel. Welke? Bridge Over Troubled Water. Oh, dus, dat was dus als single? Als single, ja. Want het was mijn eerste LP die ik kocht. Ja, dus dat is wel heel toevallig. Dat is wel leuk. Ja. En wat heb je nou in de radio, in de auto zitten? Nou, ik heb ook een hele variatie met soul. Maar ik heb, ik heb ook een nummer en dat is Taking Care of Business. En dat heb je soms wel eens even nodig om jezelf even op te peppen voordat je weer een commercieel gesprek aangaat. Dus het is zeker een aanrader om even als motivatieboost. Ik kan jou dan even heel erg adviseren om naar de homepage van Business Club Radio te kijken. Ja. Daar staat met een blauwe button een lijst naar allemaal nummers voor ondernemers. Ja. En daar zal ik hem dan bij zetten, Taking Care of Business. Ja, want Taking Care of, het slaat natuurlijk op Business Radio. Tuurlijk. Dus dat is hartstikke goed toepasselijk nummer. Ja, ja, maar hij komt erbij te staan. Nou, dat is mooi. En kijk jij ook, jij gaat ook naar concerten natuurlijk. Ja, met regelmaat daar theater. Daar ontmoet je natuurlijk al die gasten. Ja. En ben je nog naar grote concerten geweest? De laatste tijd ben ik niet echt naar grote concerten geweest. Wel theater, clubs en dat soort zaken. Maar het is dat is bijna jouw voornaamste hobby natuurlijk. Hè? Om daar te zijn. Ja, nee, het is hartstikke leuk om dat allemaal te zien en mee te maken. En voornamelijk ook te horen. Ja. Dat is correct. En zeg maar de grote festivals bijna wel eens geweest. De grote festivals. Ik ben ook wel zo. Ik ga ook wel eens naar een dance festival of zo. Het is niet alleen maar dance. Jazz. Dat is wat anders. Ja, dat is compleet anders. Maar dat is natuurlijk ook wel. Dat is ook wel leuk. Maar echt om te luisteren en zo ben ik wel echt. Is dat wel de soul en de jazz en. Dat is wel jouw ding. Ja, dat is wel mijn ding. Ja, binnenkort in het voorjaar is het natuurlijk weer North Sea Jazz. En, zeker. Ja, dus dan hopelijk dat ze een leuke line-up hebben. Ja, en interessant om direct bij die opnames te zijn van de Dildeliers. Hè? Ja, dat is heel erg nieuwe. Leuk. Ja, dat, ik kan me daar iets bij voorstellen. En dan op televisie, kijk je daar wel eens naar muziekprogramma's? Nou, niet heel erg veel, omdat ik het over het algemeen de televisie toch wel slecht vind op het gebied van muziek. Dus ik vond het, in het verleden waren de muziekprogramma's veel beter dan tegenwoordig. Okay. Ja. Dus dat is wel echt, dat is wel veranderd, ja. Heel af en toe hebben ze wel eens een keer een leuk concert, maar er wordt weinig leuke dingen uitgezonden ten aanzien van muziek. Nou, we hebben binnenkort de top 2000 seizoen weer. Ja, klopt. Daar zitten toch altijd wel leuke. Ja, dat zijn altijd wel leuke. Rond deze tijd wordt er altijd ook op de radio best wel goede muziek gedraaid. Ja, die mening kan ik met je delen.
Gert-Jan, we horen de tune weer op het eind. Ja. En dat wil zeggen dat we moeten afsluiten. Ja, jammer. Het was leuk. Het was erg leuk. Ja. Die deel ik met je. En ik wil je dus heel hartelijk bedanken dat je onze gast was. Ja, nou, ook bedankt voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. Ja. Succes met je 3D print business. Ja. En vooral ook succes met Spotlight Productions. Ja. En de verkoop van Chefstreken. Ja, nou, dan hebben we al onderwerpen gehad. Dankjewel. Graag gedaan. Ik wil ook Ingrid en René heel erg bedanken voor hun bijdrage aan dit programma. En volgende week is onze gast Diederik van den Burg van Adperdia. En daar gaan we praten over ISO 9000 audits. Ik zie u volgende week graag weer terug. Tot ziens.